Welkom op deze video. Dit is het volgende plekje. Blauwesoog. Jachthaven. Het Noordergat. Ik sta verkeerd om. Ik zit tegen de zon in de film. Het is me niet helemaal duidelijk hoe dit nou allemaal komt. Omdat hier geen campers staan. Maar ik zal het even laten zien. Ik zag net een bordje. Campers deze kant op. Vond ik hier dit grasveld. Met uitzicht over het Lauwersmeer. Dat is natuurlijk wel prachtig. Ik vind het tenminste wel mooi zo. Zie eens. 1 januari 2016. En ik loop gewoon zonder een jas aan te hebben. Nou, 6 stekkers kun je hier indrukken. Dus ik ga ervan uit dat hier 6 plaatsen gerealiseerd kunnen worden. Vlakbij een gebouwtje waar je wat kunt eten en drinken. Ik denk dat je gewoon hier een plekje moet innemen op het gras. Maar goed, dit gebouw is ook gesloten. Kijk, hier staat op de deur: Watersportvereniging Blauwe Zee. Verder is het op een jachthaven aan het eind, helemaal aan het eind. Je moet helemaal doorrijden tot het eind. Als je de jachthaven opkomt. Kijk, ik zal even laten zien waar het begint. Helemaal daar aan het eind. Daar kun je ook je grijs water kwijt. En halverwege zit daar het tweede gebouwtje links wat je ziet. Dat is het toiletgebouw met douches. En daar kun je ook je chemisch toilet liggen. Als je dan helemaal doorrijdt, helemaal achter op de camping, kom je dit bord tegen. En dan staan daar campers linksaf. Nou ja, kan niet missen, hè. En dan kun je daar staan. Omdat het waarschijnlijk gesloten is. Tenminste, als je daar gaat staan, ja, het zou wel kunnen, hoor. Dan moeten we op de verharding blijven staan. Maar omdat het waarschijnlijk gesloten is, gaan wij dus naar een ander plekje. Maar ik denk dat we hier zeker weer terug gaan komen. Dit lijkt mij wel wat. Mooi rustig plekje. Vooral in de winter. Als dat gebouwtje dicht gesloten is. En er staat nog wat op het rode hoofd. Nou, ik kom hier nog eens terug. Misschien zie ik een van jullie dan wel hier. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.